Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het dinsdag. Felix, wat is er dan? Zie je niet dat ik aan het vloggen ben? In ieder geval, vandaag is het dinsdag en vandaag gaan we proberen om er weer wat van te maken. Het eerste waar ik het vandaag over wil hebben, is het dan dat sommige grote vloggers, als Enzo Knol, clickbait in de titels van hun vlog zetten. Bijvoorbeeld, Enzo zet dan in de vlog dat hij date en huwelijk heeft gevraagd of dat Dee zwanger is. En dan blijkt het allemaal een fucking prank te zijn. Dat is niet cool, zelfs niet voor als het door Enzo gedaan wordt. Meerdere van Enzo's kijkers hebben het onder de video gezet. En ik zal het ook zeggen. Enzo, als je dit ziet, doe alsjeblieft niet meer aan clickbait. Je hebt al meer dan genoeg kijkers. Doe dat alsjeblieft niet weer. Ik bedoel, de volgende keer dat je iets zet in de titel van ten huwelijk gevraagd of we zijn zwanger, dan geloof ik het niet, want dan weet ik dat het een prank is. Ik weet ondertussen hoe jouw spelletjes in elkaar steken. Vat dit niet te beledigend op en zo? Zo bedoel ik het namelijk niet. Ik vind het alleen niet leuk dat je bij dit soort serieuze onderwerpen er een grapje van maakt. Ik weet dat het jouw ding is om grapjes te maken, maar bij dit soort serieuze onderwerpen is dat niet leuk. Dus heb daar alsjeblieft een beetje begrip voor. Zo, ik ben nu op Carré. Afgelopen zondag is Feyenoord landskampioen geworden. En ik zeg jullie, ik gun het ze van harte. Ik bedoel, dit is nog maar hun 15e of 18e landstitel. En dat voor het eerst in 18 jaar. Geloof ik. Ja, toen Dirk uit de laatste van alle drie de goals scoorde, brak het feest los. Elke Feyenoord fan vierde feest. En ik heb gehoord dat één Feyenoord fan zelfs een hand verloor dankzij vuurwerk. Boeps. Maar in ieder geval, ik gun het ze van harte. Gelukkig is de cool single dit keer heel gehouden, want dit keer was het feest. De Feyenoord fans en spelers dansten in de fontein op de cool single. Echt amuserend is dat. Verder heb ik niet zo heel veel om over te praten, maar wanneer ik wel wat heb, dan laat ik het jullie weten. Oké, dus Donald Trump heeft toegegeven, nou ja, ik weet niet of hij het zelf heeft toegegeven, maar in ieder geval, Donald Trump heeft informatie doorgespeeld aan Rusland. En er zijn nog steeds mensen die hem steunen. Wat de hel? Nou, ik kan gewoon niet geloven dat er nog steeds sukkels zijn die Donald Trump vertrouwen en steunen. Zelfs nadat hij al die informatie aan Rusland heeft doorgespeeld. Waarom zijn sommige Amerikanen zo retenierig, balbreinig, kokkendoelig, belachelijk stom? Ik bedoel, Jezus. Hij heeft informatie doorgespeeld aan Rusland. En die informatie was vertrouwd.
Donald Trump kan niks schelen welke informatie vertrouwt ze, welke niet. Dat bepaalt hij blijkbaar gewoon zelf. Ik zeg, open jullie ogen en oren, Amerika. Doe iets tegen deze man. Zo, ik ben nu onderweg naar Beesterswaag om een brief af te leveren. Terwijl ik film, moet ik ook op de weg letten. Want zoals jullie kunnen zien, ben ik fietsend aan het vloggen. En soms gaat dat niet al te goed samen. Maar als je erop oefent, zoals ik, dan gaat dat prima. Het gaat regenen, geloof ik. En het waait een halve storm. Maar het weer is nog steeds redelijk. Af en toe een drupje, wat wind. Maar voor de rest gaat alles prima zo. Even naar Beesterswaag om die brief af te leveren. En dan weer terug naar Drachten. Lijkt me een goed plan. Wat jullie rhino's. Het weer is nogal benauwd geweest vandaag. Maar het is voor het grootste gedeelte droog gebleven. Alleen een beetje gedruppel hier en daar. Heb ik onderweg ook gehad, zoals jullie eerder in de vlog hebben kunnen zien. Verder heb ik niet zo heel veel om over te praten. Maar als ik wat heb, dan ben ik er weer. Zo, we zijn nu even onderweg naar Sneek. Even kunt mijn beb ophalen. Of niet? Ja, ja, helemaal. Ja. We hebben een boordreis gemaakt. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Alex Leus hoorn. Yep. Sommige fans noemen me ook gewoon bij mijn gewone naam. Vind ik niet erg. Mr. Rhino. Yep. Mr. Rhino. Dat is mijn internationale naam. Internationale naam. Ja, artiestennaam, hoe je het maar wilt noemen. Zo is het. Ja. Alleen echt goede vrienden mogen me Alex noemen. En familieleden ook. Zo. Heb ik daar een voordeel? Ja. Ik ben en familielid en een goede vriend. Ja. Nou, wat wil je dan weer? Precies. Nou, dat die brug naar beneden gaat. Ja, ik weet niet of jullie dat vanaf hier kunnen zien. Ik zal ze even proberen in te zoomen. Ja, dan zie je dat nog niet zo goed. Nee, maar hij gaat bijna beneden. Ja. Nou ja, scheelt ons weer wachten. Zo is het. Hij is alweer open. En niet anders. Ja. Het is leuk om even met de auto erop uit te gaan. In het weekend doe ik dat ook graag met papa en mama. Ja, nou, het is toch hartstikke mooi, hè? Zeker weten. Even on tour. Ja. Nou ja. Dan moet het maar even, hè? Precies. Dus. Ik bedoel, ik heb naast vloggen, gamen en schrijven en zo niet zoveel andere hobby's. Dus voor de rest zit ik in mijn vrije tijd en andere dingen doen. Ik fiets ook graag in mijn vrije tijd. Dan fiets ik hele einde. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Ik bedoel, vroeger toen kon ik nog niet op een gewone fiets fietsen. Dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Ik heb mezelf ook Engels leren spreken en dat soort dingen. Het meeste heb ik mezelf geleerd. Wat nodig is in het leven. En als je dat kan, als autist zijnde, dan ben je echt een kampioen, al zeg ik het zelf. Weet je,
Ik vraag me af of ze in de Snake ook heroïne-tentjes hebben. Waarschijnlijk niet. Maar ja, dat weet je niet, hè. Het is altijd proberen. Oké, het is leuk geweest voor vandaag, dus ik stop de vlog hier. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk even mijn kanaal hier beneden. Zorg er ook voor dat je mijn Facebookpagina liked. Ik ben daar te vinden als Mr. Rhino. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.